Hey jongens en meisjes, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zijn we onderweg naar Groningen. We hebben daar 9 adresjes en dan 2 adresjes Laaien in Lelystad. Het is vandaag een race tegen de klok, mensen. We hebben een laadadres in Lelystad voor 3 uur. En voordat ik daar ben, vertrek ik vanaf Leek naar Lelystad. Dat is ongeveer 1,5 uur, gok ik. Dus het is een race tegen de klok om 9 adressen in Groningen en Leek eruit te krijgen. Op het moment is het raining of pijpensteels buiten. Dus ook dat zit niet mee. Video 2. Ik heb heel veel leuke reacties gehad op mijn vorige video. En heel veel mensen die vroegen, ja, kan je er niet meer maken? Dat ik die video uploadde, wist ik eigenlijk niet zo goed. Wat mij te wachten stond, of ik het wel moest doen überhaupt. En ik was een beetje bang voor de reacties die ik kreeg. Maar binnen een dag al over de 200 views en 42 likes en 20 reacties of zo, waarvan de helft van mezelf is, dacht ik van, nou jongens, ik ga nog eens een keer zo'n video maken, kijken wat we gaan doen en kijken hoe het uitpakt. Op het begin van deze dag wil ik een beetje gang maken, dus kan ik niet zoveel filmen, want ik moet wat tijd gaan winnen, want anders dan wordt het echt een race tegen de klok. En als ik dan ook nog moet gaan filmen, dan wordt het allemaal wel erg spannend. De zaak belde al op van gang houden. Dus ik probeer een beetje tijd te winnen en op een gegeven moment halverwege dan probeer ik een paar leuke beelden te schieten. Dus wat kan ik verder nog zeggen bij deze intro? Niet zo heel veel, denk ik. Ik rij nu bij Lelystad, lekker langs het water, allemaal windmolentjes links van mij. Dus we gaan even knallen, jongens. Knallen. Nou mensen, het ging vlekkeloos. Het eerste adres waar ik heen moest, had ik lege rekken moeten leveren. Die lege rekken die had ik niet in de auto. Dat zag ik eigenlijk vanmorgen op de zaak al. Maar toen had ik mijn ogen nog half dicht. En toen dacht ik van nou... ik was gewoon nog een beetje slaperig. Dus ik heb er niet echt op gelet. Dus we zijn al onderweg naar de Hornbach. Nou, zoals je ziet, we zijn bij de Hornbach. En bij het eerste adres dat ik de rolluik van de trailer opendeed, toen zag ik al dat er een paar palletjes omgevallen waren. Dus we hebben pallets met golden flame, dat zijn houtsblokken. En er liggen er dus een paar half op zijn zijkant. Dus ik deed bij het eerste adres het rolluikje open. En toen werd ik gelijk bekogeld met een stuk of 14 zakken houtsblokken. Dus gelukkig kon ik de 13 terugkoppen en eentje viel op de grond. Dus dat ging eigenlijk wel prachtig. Even vierkante wielen trekken hier, rugslangen lang, jongen. Hop. Mooi man. Dus we zijn al bij de Hornbach. Ik ga zo meteen binnen bij de Hornbach. Als ik de rolluik open doe, dan maak ik even een kort filmpje. Zodat jullie kunnen zien hoe die zakken er nou allemaal bij liggen. Het is niet heel fantastisch, maar bij de Hornbach mag ik denk ik niet filmen. Dus ik probeer even gauw een kort filmpje te maken, zodat we in ieder geval kunnen zien, of dat jullie kunnen zien, hoe die zakken er dan bij liggen. Want als ze er zo meteen uit zijn, dan kan ik het niet meer filmen. Dus zo gaan we dat maar aanpakken. We rijden nou terug
terug over de weg waar ik ook aangekomen ben. En dan kan ik mooi links of rechts kan ik dan het dok in. Ja, er staat allemaal zo hier, dus je kan het niet heel goed zien. Op zich, we moeten in ieder geval eventjes wachten totdat de andere vrachtwagentje weg is. Die heeft maar één pelletje. Dus die gaat zo weg en dan fietsen wij hem achteruit daar mooi naar binnen. In de vorige video had ik natuurlijk net mijn rijbewijs, de allereerste dag. We zijn nu even 2-3 weken verder, 3 inmiddels. Ja, dat je deze video gaat zien is het al nog langer. En ik moet zeggen dat het eigenlijk een stuk beter gaat. Achteruit rijden vaak even 1-2 keer steken, maar ja, dat doet iedereen bijna wel. 1-2 keer steken en dan staat hij zo voor het dok, joh. En ik zie aan mezelf ook heel veel vorderingen. Dat vind ik op zich mooi. Ellende, jongens. Oh. Jongens en dames, ik heb vandaag zoveel geluk bij een ongeluk. Het was maar één pelletje waarvan ik een paar zakjes eraf moest halen. Boven dat kwam ook nog een medewerker van de Hornbach, die kwam mij eventjes helpen. Dus eigenlijk heb ik gewoon superveel geluk. De andere 9 pallets die stonden wel ietsje schuin overzakt. Maar op zich was het nog prima te doen. Er was niet echt dat ze nog omvielen of wat dan voor gekke dingen ook. Dus doordat ik dit natuurlijk al gezien heb, heb ik wel gelijk onze zaak ingelicht over dat laden van 3 uur. Dat ik voor 3 uur geladen moest worden, dat natuurlijk nu wel een probleem gaat worden. Dus voor dat heb ik mijn eigen wel redelijk ingedekt. Dus ja, we hebben nou wel wat meer speling. Ik probeer wel nog voor 3 uur te gaan laden, maar ik heb daar een hard hoofd in dat niet echt gaat lukken. We gaan nou onderweg naar een tuincentrum, Tuinland in Groningen. En daar hebben wij 3 euro pelletjes. Even kijken hoor, want deze jongen hier die wil denk ik het dok in. Dat kan. Of gaat hij helemaal eruit? Wat gaat hij doen? Nou, hij wil erin denk ik. Wat is nou de bedoeling, jongen? Wat is nou de bedoeling? Wat is nou de bedoeling? Want... Nou, hij wil toch erin, ja. Hij wil er toch in. Zeg dat dan! Ja, we gaan onderweg naar het tuincentrum. Ik hoop dat ik daar wel wat kan filmen. Dus ik ga mijn best doen voor jullie. Nou, we zijn aangekomen bij het tuincentrum. En we moeten even op de intercom bellen. Dus dat gaan we doen. Ja, het hek gaat mooi open. En dan vermoed ik dat we hier het dok in moeten.
Mensen, wat is dat toch bij al die bedrijven dat je niet mag filmen, joh. Bij het tuincentrum dacht ik van nou, ik neem jullie even lekker mee naar binnen. Drie pelletjes lossen, maar ook hier mocht ik niet filmen. Dus op deze manier maakt het natuurlijk niet spannend, maakt het niet leuk. Omdat je dan niet kan zien wat ik binnen aan het doen ben. Ik heb alleen maar beelden uit de auto, in de auto. En het lijkt mij juist een keer leuk om te laten zien wat er achter de auto gebeurt. Dus ik hoop dat ik vandaag nog ergens kom waar ik wel een beetje mag filmen. Daar hoop ik dan maar op. We gaan nu naar Cooking Live. In Groningen. 7 pallets bolsjes. Misschien dat het daar mag, maar ik ben bang van niet. Dus we gaan het meemaken. Zo, beste kijkers, we zijn aangekomen bij een bedrijfje en daar gaan we nu 7 pallets lossen. Ik doe mijn jas eventjes aantrekken, want het is heel raar weer, zon, regen, zon en regen, sneeuw, storm, bliksem, alles tegelijk. Nee, grapje natuurlijk, maar wel zon en regen en af en toe schijnt de zon, af en toe schijnt de regen en allebei heb je het allebei. En soms heb je het allebei, bedoel ik, ik zeg allemaal weer hele rare dingen. Ik ga proberen om hier met de andere camera, kijk jongens, hoppatee, proberen nog wat te filmen vanaf buiten. Even kijken of dat mag, of dat kan en dat soort dingen. Dus let's go! Thank you.
Zo mensen, let's go. We hebben weer eentje gelost. En nu hoor ik jullie denken van waarom doe je niet 2-3 pellets tegelijk op de klep? Nou, als ik dat doe, dan gaat die klep een beetje schuin naar beneden hangen. Waardoor het eigenlijk link wordt om dan te gaan lossen. Dus vandaar dat ik gekozen heb om het 1-voor-1 te doen. Je bent iets langer bezig, maar je weet dan wel zeker dat het gewoon goed gaat. Dus op naar de volgende jongens. Zelfde plek, andere locatie. We gaan eventjes melden binnen. En dan gaan we 7 pelletjes lossen. Dus ik zet de camera zo neer, wat ik zei, zelfde plek, andere locatie, we gaan even melden. Hij zegt, rij de trailer maar achteruit naar binnen, dus we gaan hem achteruit erin rijden. Ik laat de camera staan, ik weet niet of dat goed gaat komen. Dus als we zo meteen op de grond vallen, dan is het game over. Als je deze pakt, maar even op, er is één blok aan de achterkant weg, dus die zet ik er nu onder en die leg ik dan erbij. Dan moet je als je deze even weer eronder zetten. Ja, ik zet hem in de taak. Oh ja, ik zet hem wel even eronder hier. Anders dan flikker ik die om, hè. En ik hoop vast de auto ook niet hoor. Hè? Altijd even een handtekeningetje vragen, hè? Tjik. Mag eigenlijk niet in de coronatijd. Meestal schrijf ik zelf even zijn naam op. Zeg ik, wat is je naam? Schrijf ik dat op? Nou, laat hem maar een keer tekenen, joh. Want dat kan niet. Tweede. Maar laat me zitten, joh. Ja, ik hou het anders. Laat me zitten, ik vind het best.